Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Constructie Simulator. Demolish Company, wauw. We moeten vandaag nog twee dingen doen. En de modded maps. En dan zijn we klaar met de hele game, helaas. Nou ja, misschien sommigen helaas, misschien sommigen yes. Ik weet het niet. Maar deze missie is niet echt bepaald makkelijk. Deze missie is totaal niet bepaald makkelijk. Echt niet. Maar we gaan het op een andere manier doen, want ik weet mezelf. Nou, dat werkt nog niet helemaal. Die hoek moet minder groot zijn. Zo. Zo. Daar moet het wel lukken, want we hebben als het goed is wel een drillboor. Ja. Zo. Dan gaan we het zo slopen. Ik durf bijna te wedden dat we hier zelf nog niet te veel damage mee gaan maken. Nou ja. Misschien mijn gekke mening. Kijken of we damage wel hebben, dames en heren. Deze ook even kapot. Dit is echt een lastige missie. Zo careful afbreken. Waar leunt hij nou nog op deze twee stomme dingen? Nou, straks nog op één. Ga hem niet vertellen dat hij nog blijft staan. Nee joh. Nou, hij gaat gewoon naar beneden vallen een stukje. Zo, dit is meer is het niet. Misschien moeten we toch maar dit ding pakken en gewoon heel voorzichtig gaan trillen. Wel goed doen, Michael. Sukkel. Zo, nou dat is een stuk dat weg is. Kijk hoeveel damage we al hebben, dames en heren. De hele fucking muur is er al uit. Ik mag geen druk geven. Ik heb deze al een keer eerder geprobeerd. Dat is gewoon impossible gewoon. Gaan we maar weer met de hand doen, hè. Anders dan gaat het gewoon niet lukken. Oeps. Shit. Jezus, man. Kijk, we zitten al bijna in de min. Oeh. Oh. Donder ook serieus naar beneden. Wauw. Gaat goed. Gaat helemaal goed, jongens. Ik had helemaal precies verwacht zoals het nu zou gaan. Echt hoor. PvP skills. Gaat dit ooit goed komen? Gaat dit ooit goed komen, dames en heren?
Laat erachter een reactie voordat jullie het einde afkijken. Gaat dit ooit goed komen? Zet hem nu op pauze. Gaat dit goed komen? Ja of nee? Gaat dit goed komen? Voor mij ga ik het nu helemaal verkeerd doen. Ja, dit gaat niet goed komen. Die hele toren is gewoon weg. Hoe ga ik dit ooit doen? Hoe ga ik dit ooit doen? We gaan ineens wel anders deze doen. We waren de kutste voor het laatst. En dit is gewoon puur... Oh nee, niet weer met dat tering ding rijden. Maar dit valt op zich nog mee. Denk ik. Hoop ik. We moeten gewoon die muur eruit breken daar. Nou, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. We breuken er gewoon met shovel erheen. Pakken een volle bak. Gooien het weg. Helemaal geen probleem. Niks aan de hand. Ik snap alleen waarom, niet, waarom ze die muur eruit zouden hebben en dat precies een betonnen muur is en de rest allemaal niet. Maar dat zou mijn gekke mening wel zijn. Zo maak je lekker makkelijk volle bakjes. Zo heb je één bakje vol en denk dat ook wel genoeg moet. Nou nee, ik denk dat je minimaal 4-5 bakken moet rijden. Dat zit gewoon nou vol, zeg maar, bijna. Oh, breekt het van de muur los. Plank met koffer zo. Kut, plank. Tonnen dingen, ton erop man, met je ton. Had ik maar een ton op mijn rekening. Ik wil niet zo'n ton. Op mijn rekening. Zo. En klaar. Ja, ja hoor. Nou, nog eentje. Nog een bakje, die kennen we wel uit. Het probleem is, die muur is nu al bijna weg. Maar wij zijn er nog lang niet klaar. Dus dat is een beetje het naaiende. Je ziet dan hoeveel vrachtjes weg moeten brengen. Of één grote volle bak is al 50%, maar dat geloof ik niet. Minimaal 2, denk ik. Zo. Oké. Nou, even een weggetje vrijmaken, anders kunnen we natuurlijk nooit doorheen. Weggetje. Nou, voor mij is de weg nou wel redelijk vrij zo. Ik ga hem nog even een stukje breder maken. Ja, natuurlijk is de wagon is best breed. En weer die teringtonnen, hè. Zo moe van. En... Klaar is Kees. Nou, dit een beetje vrijmaken of kan dat wel? Oh, dat komt er wel tussendoor. Nou, dit nog even zo weghaal, dan moet het goed. Moet het goed kunnen nu. Zo, in de waggie.
Nou, ben benieuwd hoeveel blokjes we gaan verliezen. We hebben ook geen versnellingen, dus we moeten echt handgas geven. Dat is 1. Dat is 2. Ik ga ook afsnijden! Dat is 3. Nog meer. Doe er nog meer uit. Alsjeblieft blijf even lekker zitten. Dit werkt nog niet echt. En daar hebben ze denk ik nooit een fix voor gemaakt ook. Dat dit glitcht. Maar I don't know. Misschien ben ik de enige die er last van heeft. Dat zou ook zomaar kunnen. Twee bakkies, dan redden we het wel. Nog eentje en dan is die wel klaar. Valt me nog mee, moet ik eerlijk zeggen. Valt me echt nog eerlijk mee. Ook al heb ik een paar stukjes verloren, valt me nog mee. Zat stukjes. Veel te veel stukjes. Ik zet hem wel weer binnen neer. Want dan kan ik beter legen. Ik moet sowieso toch weer een nieuw pad vast straks vrijmaken. Zo. Nog eentje. Ik weet niet, tellen die koffers ook mee? Ik ben benieuwd. Ik denk het niet. Ah, die bovenste rank ik natuurlijk niet bij. Het zal wel zo zijn. Ze kennen zelf er wel bij kennen, natuurlijk. Wat denk jij nou? Leuk is nou weer, dan moet je die hele kraan erbij gaan halen om het bovenste stukje weg te halen. Nou, wat denk je nou zelf? Wat denk je nou zelf? Denk het lekker niet, Job. Denk het niet, Job. Nou ja. Oh, ja. Dat die planken tellen waarschijnlijk ook mee, of niet? Die weggebroken zijn. Nee. De tornen ook niet. Een halve vrachtenman en allemaal puin. Gewoon puin. Gewoon puin. Puinzooi. Ja, nou, ik vind er echt gekut aan in dit. Echt niet. Ook maar een hire worker of zo die dit kon doen. Dat is construction. Maar dit is echt iets waar ik zo'n scheidhekel aan heb. Als ik een hele dag container of een hele dag zo'n ding voor me laat, het echt zou wat anders zijn. Maar in zo'n game, kom op zeg. Het is toch een bal aan. Zo kan iedereen weer lange missies maken. Als je goddomme zoetje moet doen. Zo geen bal aan. Dat snap je zelf ook wel, game. Gamemakers. Zouden jullie dit de hele dag lang gaan doen? Nee, tuurlijk niet. Je bent niet goed bij je hoofd als je dat doet. Dat zullen we waarschijnlijk wel niet snappen. Giants is een goede maker hoor. Het is Giants, maar ja. Dan moet je de game eerst zelf spelen om het te kunnen beoordelen. Natuurlijk hebben ze het getest, dat moet, maar ik denk niet dat iemand met plezier deze map heeft getest. In mijn ieder geval moet je niet de map laten testen.
Dat zou ik niet echt op prijs stellen. Als ik eerlijk mag zijn. Ik zou dan niet met plezier deze map gaan spelen. Om te testen of zo, wat dan ook. Nee. Dat zou ik niet doen. Als ik er flink voor betaald krijg, dan zou ik het eroverwegen, maar. Zo, sowieso gaan we één stukje verliezen. En dat is één. Nog steeds niks verloren. Ik dacht dat ik toen dan toch weer wat verloren had. Nou, een stukje door, jezus. En we zijn op locatie. Tuurlijk, op het laatste stukje. Keeper. Zeg alsjeblieft dat de missie voltooid nu. Nee. Met een move van, dames en heren. Ik ga 3 bakjes rijden. 3. Oh, oh, oh. Gamemakers, ik snap jullie niet. Ik snap jullie echt niet. Ik snap dat nu moet opgeruimd worden, maar. Het is. Het vindt iedereen saai om te doen. Dat kan ik gewoon zeggen. Niemand vindt het leuk om te doen. Voor zo'n lol. Wie gaat daar nou goddomme 3 karren volladen? Ja, dan had je hem meer vol moeten stoppen. Ja, dan moet je niet al die zooi ertussen gooien. Allemaal zooi tussen. Het is niet eens allemaal puin. Dat is een beetje het probleem. Als het allemaal puin had geweest, had ik al lang klaar geweest. Maar er zit ook een of ander karretje tussen. En dat telt allemaal weer niet. Mijn hele humeur is meteen voor de rest van de dag verpest. Nee, dat is niet waar, maar. Nee, dat is niet waar. Maar ja, eigenlijk ook weer wel. Ik vind het helemaal kut. Maar dat merk je misschien lichtelijk aan me. Lichtelijk hoor, niet te veel. Gewoon lichtelijk. Want al die houten planken wat ik nu heb, dat telt ook allemaal niet mee. Nou, sorry hoor, ik vind het leuk en aardig, maar. Ja, net zoals nou. Ze komen op die puinblokken. Ja, is leuk en aardig. Maar dat is helemaal niet leuk. Moet je allemaal weer met de hand weggeslaan. Daar hebben we geen zin in. Maar ja, moet maar even. Dan zijn we maar weer klaar voor vandaag. En dan moet dit puin ook nog allemaal weer in. Ja. Nog één bakje wegbrengen en dan is het ook weer voor vandaag klaar. Zo. Nou, er zit natuurlijk nog meer puinblokken onder. Daar komen we natuurlijk weer niet bij. Nee. Nou ja, laden we nog wel wat in. Alleen. Zo. Ik denk dat dit op zich wel genoeg is, dames en heren. We hebben nog een klein stukje. Maar ik doe er liever iets meer in, anders moeten we straks nog weer een keer rijden. Ook normaal geen zin in. En nog een schepje extra. Zo. Oh, niet. Nee. Oeh. Weer opnieuw kunnen beginnen. Zijn. Nou moeten we dit nog wel weer wegslaan. Dus komen we nooit ergens. Hallo, we kunnen het wel proberen.
Valt mee. Alles stond nog vandaan. Dan rijden we het naar de put toe waar we het ding moeten dumpen. En dan hoop ik dat het genoeg is. Nou, dan gaan we sowieso weer een blok verliezen. Ja. Ik moet ze echt aan de game aanpassen. Maar ja, dat gaan ze nu niet meer doen. Want de game is al leken voor zo'n 3 jaar uit. Dus ja, dat gaan ze niet meer aanpassen. Nog eentje eruit. En dan gooi ik het opeens open. Gooi dit nog eventjes eruit. Oh, en even turbo boost. Lijkt het wel, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat kan helemaal niet in de game. En dan is het klaar. Wat is dit nou weer? Wat is dit? Ik heb gewoon puin neergegooid. Ik snap al waar het aan ligt. Jezus, mijn jezus. We moeten die muur wegbreken. Er ligt nu genoeg puin in, maar we hebben de missie nog niet voltooid. Krijg je dat gezeik? Jongen, jongen, had je hem niet even eerder kunnen vertellen, game. Dit is het hoor, let maar op. Nou, leuke game. Lekker kort, doe er helemaal niks mee. Nee. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Volgende aflevering gaan we dan het afmaken. Het laatste stukje. Hoop ik dat we nog wat modded maps gaan doen. Maar ik zie jullie de volgende keer weer terug. Dus bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet die beneden niet te abonneren. En dan zie ik je de volgende keer weer terug. Dus tot de volgende keer. En ik zeg zoals altijd, later.